Het is voor sommige mensen misschien een beetje een luguber gezicht. Een graf in het openbaar toegankelijke Elspeter Bos. Dit is het eerste natuurgraf in het bos. Er is in totaal ruimte voor maar liefst 1200 graven. Nou, u ziet hier vier vlaggetjes. Dat is plusminus de oppervlakte waar straks twee graven komen te liggen. De oppervlakte is plusminus 36 vierkante meter. En hier hebben we een proefplek gemaakt. Waar dan straks twee lichamen komen te liggen. Op het ogenblik staat er dan een natuurbegraafplaats bij Elspeter Bos. Maar in het geval dat er iemand overlijdt, komt er de geboortedatum op te staan, de naam en de datum van overlijden. En die komt dus op het graf te liggen. En dat is straks eigenlijk het enige waaraan je het graf kan herkennen. Er mag geen grafsteen worden geplaatst en ook mogen de graven niet worden geruimd. Uiteindelijk verdwijnt het graf gewoon in het bosgebied. En wordt uiteindelijk, nadat iedereen begraven is, gewoon weer natuur. Een natuurgraf in het Elspeter Bos kost ongeveer 6500 euro. En is daarmee wel duurder dan een gewoon graf. Toch zijn er veel mensen in geïnteresseerd. Ja, ik denk toch ook een hang weer naar een stukje vrijheid. Eeuwige grafrust, je wordt niet geruimd. Dus ook de nabestaanden hebben geen zorg van het onderhoud van het graf. Wel één nadeel, het is behoorlijk prijzig. Ja, maar het is voor eeuwig. Je kan niet alles hebben.